elkaar daarvoor. De mensen, dat zeggen ze in de reclame. En om dat te laten zien, hebben ze hier in Heerlen een grote materieelshow georganiseerd. En ook in Maastricht. Daar gaan we straks even kijken. En tussen Heerlen en Maastricht wordt gependeld met historisch materieel. Ik sta hier bij de nieuwste diesel van de NS, de 6513. En dat is één van de blikvangers. Verder zijn er nog dubbeldekkersmaterieel, een Egon-stel, de DB is goed voor tegenwoordig en het belooft een leuke film te worden. Kijk zelf op je eigen tv-scherm. We beginnen op station Heerlen nog voor de officiële opening. Dat betekent dat je even rustig je filmopnames kunt maken met een Wirm. Beter gezegd, toen nog een IRM. We hebben te maken met een driedelig treinstel. De 8208. Hier de stand van Talbot. Je ziet, de stand is ook nog onbemand. Driedelige IRM. Apart. De Pullman rijtuig. Het rijtuig heeft in de Étoile du Nord gereden. Compagnie Internationale des Wagons Lee et des Grands Express Européens. Een voormalig Belgisch K1 rijtuig in de roodcrème uitvoering van de ZSM. En Egon was vertegenwoordigd door middel van deze koploper, de 4011. Ooit zijn carrière als reclame treinstel begonnen in de KLM-uitvoering. En de plan V is voor het regionale verkeer. We gaan een kijkje nemen op het emplacement van Heerlen. We zien daar de diesellocomotief de Esslingen van de ZLSM. En hier veel niet alledaagse DB-materieel. Kijk, de Esslingen is wat nader. En zien hier nog rijtuigen staan. Op een emplacement naast deze plan V. De extra trein achter de Esslingen bestaat uit een Belgisch K1 rijtuig en twee NS Plan Willems. En hier de Duitse gasten voor deze open dag. Zullen we het materieel na de hand in deze film stuk voor stuk even bekijken? Maar het is wel heel apart dat dit hier in Heerlen te zien is, naast de spiksplinternieuwe 6513 van toen nog NS Cargo. 1200 nog in actieve dienst. En deze 6513 is in juli 1994 afgeleverd door MHK in Kiel. Een 120 van de DB. De
eerste serielocomotief, de 120-101. Gekoppeld aan dit S-baan treinstel, de 420-457. Dan waarachter de 103-245. Eerst eens even het S-baan treinstel wat nader bekijken. Gebouwd bij Dubach in Eurdingen. Elektrische installatie van Siemens. En een oplading geweest voor revisie op 2 september 1994. Dus ook vers uit het revisiebedrijf. Bijna meteen door naar Heerlen. Daar zien we nog een 628 en een 215. Van de 420 het S-baan treinstel gaan we de 103-245 nader bekijken. Beide treinen zijn gekoppeld door middel van deze hulpkoppeling. Deze 103-245 die is nu in 2012 nog steeds actief. En meestal voor de museum TEE trein te vinden. De locomotief is trouwens van depot Hamburg Langenveld, toenertijd. De 628, dieseltreinstel. In de toen gangbare kleurstelling bij DB-materieel. De 628 die is voorzien van normaal trek- en stootwerk. En is dus ook op normale manier gekoppeld met de 215. En daar zien we nog een 6400 in het geel. 215-117. En de 6433 nog met NS-embleem. En nu we kijken verderop, we zien daar interregio rijtuigen van de DB, 2 stuks. Een fietsrijtuig, een DF, die gebruikt werd in de intercities tussen Heerlen en Zandvoort, met name in het zomerseizoen. De treincategorie interregio is inmiddels verdwenen in Duitsland. Daar nog 2 rijtuigen in mint, groen, grijs voor het regionale verkeer. 2 ICR's van NS en deze 143 in de S-baan kleurstelling. Ook heel apart dat die hier naar Heerlen gekomen is. En op hetzelfde spoor staat deze motorpost. Samen met een H-post eraan vast. Dat is het. Van Duits naar Nederlands materieel weer. Deze H-posten die zijn speciaal bij Talbot gebouwd in opdracht van PTT Post. En de complete Duitse trein. Weer een 6400 en het gaat wel verder met Duits materieel. Hier zien we dat de 103 van depot Hamburg-Langenveld is. Dat zijn de Duitse collega's die tekst en uitleg gaan geven op het Duits materieel. Ze zijn gearriveerd en gaan zo meteen hun locomotief CQ treinstel opzoeken. En zo begint er langzamerhand leven te komen in deze open dag.
vertrekt de Intercity richting Zandvoort, getrokken door de 1648. En de twee Plan Willems achter de voormalig Belgisch K1 rijtuig en de Esslingen, die nu wordt opgestart. Tegenwoordig rijdt die lok in een rode kleurstelling, analoog aan het oude kleurenschema van de DB. We kijken op het station van Heerlen met de Egon koploper. Er reden drie stellen in deze uitvoering. Waarbij dit allemaal hele kleine stickertjes zijn met de naam Egon erop. Het is veel werk geweest om dit treinstel zo te beplakken. Fabrieksplaatje van Talbot in Aken. Waarvan in 2012 ook besloten is om deze fabriek in Aken te sluiten. En dat gebeurt dan door het moederconcern Bombardier. Technische gegevens van de Esslingen. De reclameuitingen voor deze flitsende railshow op 3 en 4 september 1994. En we gaan op pad richting Maastricht. Speciaal voor deze dag de blokkendoos als pendeltrein tussen Heerlen en Maastricht. En hier rijdt hij door Schin op Geul. En hier is hij aangekomen in Maastricht. Ook hier is het nodige materiaal naartoe gesleept om tentoongesteld te worden. Dat was deze Plan U. Ook een zeldzame verschijning in Maastricht. Vroeger, toen de Valkenburg Expressen nog reden vanuit Zwolle, was dit materiaal vaker in Maastricht te zien. Ook hier weer een nieuwe IRM. De 4002, prototype van de koploper. Eén van de 7 prototypes. 1501 zonder NS-logos. Belgisch materiaal in de vorm van een AM80. Het gewone verkeer gaat ook door. We zien daar ginds die Plan V, de stoptrein naar Kerkrade Centrum. Hier een kijkje bij de 1501. Helemaal tiptop in orde weer gebracht door de werkgroep 1501. En een prototype van de ICM. Van Gerlong 658, de 1312.
1136 met de botsneusjes. ...1225... en een 1600. En de sneltrein naar Heerlen trekt hier. Dubbeldeksmateriaal. Achter de 1735. Sprinter 3. Ook normaal niet in Maastricht te vinden. Zelfs een watloper is hier naartoe gesleept. Monumentale seinhuis. En het Belgisch materieel is bezig met omrangeren. Ja, en toen was het nog niet verplicht om een veiligheidsvest aan te hebben als je in het spoor liep. Er is trouwens een Heerlense machinist die daar even wat aanwijzingen ging geven aan zijn collega op de plan U. Is een van de vijf planu's die vijf roosters en een patrijspoort hadden. Dat waren de laatste vijf gebouwde motorwagens. De overige motorwagens hadden allemaal drie patrijspoorten en drie roosters. Zo hebben we meteen ook weer iets aparts te pakken hier in Maastricht. Belgische AM80 komt weer terug. Dit materiaal was toen ook pas voorzien van dit nieuwe, moderne jasje. En de tussenbak die was pas ingebouwd, want oorspronkelijk zijn deze treincellen geleverd als tweedelige Intercity treincellen. Al snel bleek er een capaciteitsgebrek, dus werd er een tussenbak voor ontworpen. Die werd tijdens een grotere visie ingebouwd. En het resultaat ziet u hier. De kleurstelling op de sprinters is ook al verleden tijd. We kennen ze nu nog alleen in de Vlaflip uitvoering. Ja, de mensen verzinnen van alles. Qua bijnamen bedoel ik dan voor treinen. Wat lopen nog voor de revisie? Na de revisie hadden ze baanruimers en zagen ze er iets stoerder uit als deze oorspronkelijke uitvoering. Plan U is al helemaal voor de Van Gent en Loos-loods doorgereden. Hier komt de DE2. Toenertijd wel nog een vaste gast hier in Maastricht. Dan was het maar om te tanken. Vrolijk pruttelend sikje. De 321. En de 6478. Frans slaaprijtuig. Nederlands slaaprijtuig. Ex-TUI Veren Express rijtuig. Na de grote revisie alweer.
blinkende kop van deze IRM. Belgische spoorwegen was vertegenwoordigd met de 5144. En een Eurel Cargolok uit de reeks 27. Een Eurel Cargo is ook een stille dood gestorven. Het is trouwens de 2737. Slaaprijtuigen, ook voorzien van een NS-embleem. Hier een vierdelige ICM. En het is weer tijd voor onze blokkendoos om richting Heerlen te vertrekken. Daar verdwijnt die langzaam voor de coulissen van de lijnwerkplaats van Netrein. Het onderhoudsbedrijf van Netrein. We zijn weer een schin op geul. Dan komt de blokkendoos berg op. En gaat hier richting Heerlen. Dan zijn we weer in Heerlen. Beetje aan het einde van deze open dag. De laatste bezoekers lopen nog rond. Het personeel komt uit het materieel. En alles wordt in gereedheid gebracht om weer terug te gaan naar Duitsland. Daarvoor zijn we hier in Haanraden. Dit is de reguliere trein van Aken naar Heerlen. Hier komt de tegenligger. En achter deze DE2 zou het materieel moeten komen dat weer terug gaat richting Duitsland. En dat is hier dan ook het geval. De 215 die trekt. Achter de 215 de 120, dan de 420 en achterop loopt de 103. En met het voorbijrijden van deze trein is deze aflevering van Eurails bijna afgelopen. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij de volgende aflevering van Eurails.